Je hebt gefilmd, je hebt gemonteerd, je hebt dagenlang gewerkt aan je video en je bent er trots op hoe die is geworden en dan ga je exporteren. En dan gaat het mis. Ken je dat? Ik maak dit wel eens mee natuurlijk, want ja, hoe goed je het ook doet, hoe goed je ook apparatuur hebt, soms wil de export uit het montageprogramma niet lukken. En dat is super frustrerend. En ik maak dat ook wel eens mee en daarom dacht ik ga in deze video met jou doornemen hoe ik dan dat aanpak. Hoe ik dan die frustraties aan de kant zet en welke stappen ik doorloop om uiteindelijk toch die video uit het montageprogramma te krijgen. Hoi, ik ben Riske en je bent hier terechtgekomen op het kanaal van de Videomakers, waar wij met jou zoveel mogelijk informatie delen over het maken van video, over monteren, over YouTube. Alles wat eigenlijk met video te maken heeft. Vind je dat soort dingen interessant? Word zeker lid van dit kanaal. Druk op de grote abonneerknop hieronder. En wat we ook altijd heel gezellig vinden is als je een reactie achterlaat in de comments hier onder deze video. Stel je vragen als je die hebt of laat jouw mening weten over het onderwerp waarover we het hebben. Laat jouw ervaring weten over het onderwerp waarover we het hebben. Omdat het altijd fijn is om ook nog van andere bronnen iets te leren. Vinden wij ook leuk en gezellig. Goed, in deze video ga ik het er dus over hebben wat je moet doen als de export niet wil lukken. En dat is zo frustrerend. En ik heb het dus laatst weer gehad, zelfs twee keer. En dat is zo irritant, omdat je gewoon, je hebt echt zoveel werk gestoken in die video en je hebt hard aan gewerkt. En vaak is het dan ook nog dat ik een deadline heb en dat ik denk, oké, nu heb ik nog een uur en dan moet ik die video aanleveren. Dus dan klik je op export en dan gaat die soms wel aan de slag en dan crasht die. Of hij crasht niet, hij loopt gewoon vast, hij gaat gewoon niet meer verder. Of het kan ook nog zijn dat hij wel iets maakt, maar dat er dan een fout in zit. Dat er een digitale glitch in zit of zoiets. En dat is zo frustrerend. En het is ook niet altijd heel duidelijk wat er precies aan de hand is. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik inmiddels weet die ik kan doen of waar het aan kan liggen. En daarom dacht ik ga dat eens even gewoon met je doornemen van wat zijn eigenlijk de stappen die ik doorloop wanneer ik tegen zo'n hobbel aanloop. En ik ga in deze video niet de computer erbij pakken, zoals je ziet. Ik heb geen laptop klaarstaan, omdat dit verschilt per montageprogramma en ik ga sowieso niet alle programma's laten zien. Ik ga meer je een idee geven van wat je zou kunnen doen, zodat je dat zelf voor jouw systeem waar jij dan op werkt, kun je het voor jezelf uitzoeken hoe dat dan zich vertaalt naar jouw systeem. Dus ik ga je meer inderdaad gewoon helpen nadenken over wat zijn de volgende stappen die je kunt doorlopen. Als je trouwens meer wilt leren over monteren en over exporteren, dan moet je ook zeker eventjes naar onze website gaan, want daar hebben we ook nog hele mooie startersgidsen. We hebben een hele mooie startersgids over monteren en een hele mooie cursus ook over monteren. Check het eventjes op onze website. Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan krijg je daar gratis als cadeautje een startersgids bij. Of alle startersgidsen eigenlijk die we hebben, waar die over monteren er eentje van is. Dus check dat zeker, want daar ga je echt zeker meer van leren over monteren. En dat is fijn. Goed, de eerste stap die ik meestal doorloop als ik een crash heb bij het exporteren, is dat ik alle andere programma's uitzet. Want over het algemeen, als ik aan het monteren ben, dan heb ik nog 10 andere dingen openstaan. Dan heb ik ook nog Photoshop open en soms After Effects, maar ook mijn e-mail. Dus er staat een internetbrowser open, soms wel twee. Want ik doe verschillende dingen in verschillende browsers. Dus er staan twee browsers open, er staat een WhatsApp open, er staat notities, een Word document met aantekeningen. Van alles. Dus als ik denk, oh, het gaat mis, dan denk ik, mijn eerste idee is van, oh, de computer heeft het zwaar of zo. Dus misschien moet ik even wat dingen uitzetten om te zorgen dat hij het minder zwaar heeft met het exporteren. Dus dat is meestal mijn eerste stap, al het andere uitzetten. Laat de computer alleen exporteren. Goed, de volgende stap om daar te kijken is eigenlijk je schijf niet vol. Want als je gaat exporteren uit je montageprogramma, dan ga je natuurlijk schrijven naar een harde schijf. Dat kan je interne harde schijf van je computer zijn, maar dat kan ook een externe harde schijf zijn waar je je videobestanden op hebt. Dat heb ik meestal. En een van die schijven, dat kan natuurlijk vol zijn. En ik heb dat laatst inderdaad dus gehad dat hij niet wilde. En toen was de schijf waar ik naartoe schreef, die had nog 3 gigabyte of zoiets. En ja, een video is vaak groter dan dat. Dus dat werkt dan niet. En dat is ook niet iets, hij zegt dat niet bij het exporteren. Dat gaat gewoon mis. En hij zegt dan niet soms heel duidelijk van, oh joh, je schijf is vol, dus gooi er even wat af. Dus dat is niet altijd heel duidelijk. Dus dat moet je zelf even kijken. Is de schijf waar ik naartoe aan het schrijven ben niet vol? En dan zou het ook nog kunnen zijn dat zelfs als je naar een externe harde schijf schrijft die niet vol is, dan kan het ook nog zijn dat als je eigen harde schijf intern in je computer, als die wel heel vol is, als je daar nog maar 1 gigabyte hebt, dat die het dan toch niet trekt. En dat komt volgens mij omdat die ook toch de harde schijf van je computer ook gebruikt om volgens mij een soort van werkbestanden naartoe te schrijven of zo. Dus
Ook dat kan, zelfs als je er niet naartoe schrijft, dat je interne schijf van je eigen computer, als die vol is, dan kan dat ook een probleem zijn. Dus ik zou er ook zeker voor zorgen dat je gewoon minstens 30, 50 gigabyte vrij hebt, zoiets. En dat zou ik ook zeggen op de schijf waar je naartoe schrijft. Want ik heb ook de indruk dat hij soms net iets meer ruimte nog nodig heeft dan wat hij uiteindelijk wil wegschrijven. Dus zorg dat je gewoon ruim de ruimte hebt, zeg maar, om naartoe te schrijven. Dit is trouwens iets wat ook nog mee kan spelen als je aan het monteren bent en je denkt, wat gaat het me toch traag allemaal? En we hebben het hier wel eens vaker over gehad, dat als je montageprogramma traag gaat, hij wil niet zo lekker afspelen, dan kan dat liggen aan dat je computer bijvoorbeeld te oud is en het allemaal niet trekt. Want monteren is heel zwaar voor je computer. Maar het kan dus ook liggen aan het feit dat je harde schijf te vol is. Dus ja, dat kan helpen om dat eens eventjes een beetje op te ruimen. Kijken of die dan sneller wordt en lekker exporteert. Als je nou trouwens ergens tijdens deze video denkt, goh, ik heb hier echt vet veel aan. Ik word hiermee geholpen, mijn export lukt nu wel. We hebben dan onder deze video staat een, volgens mij is het een dollar icoontje, in een hartje. En dat heet de Super Thanks van YouTube. Dus je kunt, als je denkt, nou, ik vind dit echt super fijn, kun je ons daar een Super Thanks voor geven, als je dat zou willen. Hoeft helemaal niet, maar ik dacht, ik noem het gewoon even, want misschien wist je helemaal niet dat dit bestond. Dus dan is het in elk geval leuk om te weten. Nou, als deze twee dingen nog niet hebben geholpen, dan gaan we naar de derde stap. En dat is dat ik alles opnieuw ga opstarten. Ja, dit is altijd zo'n soort van magische truc, maar opnieuw opstarten helpt bij heel veel problemen. Hou dat altijd in gedachten. Als je een probleem hebt op de computer, opnieuw opstarten. En dan heb ik het over opnieuw opstarten van je programma. Dus je kunt bijvoorbeeld als je in Adobe Premiere hebt gemonteerd, Adobe even uitzetten en weer aan. Of je kunt nog verder gaan en niet alleen Adobe uitzetten, maar ook de computer even uitzetten. En dan eventjes een minuutje wachten en hem dan weer opstarten. Soms werkt dit. En meestal heb ik niet meteen zin om de hele computer uit te zetten, omdat ik ook dan nog 10 programma's moet uitzetten die ik anders nog aan had staan. Dus vaak begin ik met alleen maar het montageprogramma uitzetten en weer opstarten. En dat helpt dan vaak niet als je zo'n probleem hebt. Maar probeer het toch eerst even van, misschien helpt het om alleen dat te doen. En dan daarna, oh, dat helpt niet. Oké, nu ga ik wel de computer opnieuw opstarten. Ellende. Ik zit me altijd tijdens dit proces trouwens gruwelijk te ergeren. Want ik wil gewoon die video eruit. Dus dit is altijd een proces waar je ons soort van heel boos zit te zijn ondertussen. Ja, bereid je daarop voor en accepteer het. Het is deel van het proces. En het klinkt misschien suf dat je je computer opnieuw opstart en dat dat dan helpt bij je montageprobleem. Maar het helpt echt. Het heeft mij al meerdere keren dat als er iets niet werkte of als ik een probleem had in de montage, dat opnieuw opstarten, dat gewoon hielp. Dus probeer het altijd. Want ik zou zeggen in 50% van de gevallen werkt dat. En als dat niet werkt, dan gaan we door naar de volgende stap. De volgende stap, als al het voorgaande niet heeft gewerkt, is dat ik dan de media cache ga legen. En dit is nog iets wat een beetje heel erg verschilt per programma, per computer. Dus dit moet je zeker even gaan googlen. En daarom zal ik hier ook eventjes het woord in beeld zetten, media cache. Want als je het moet googlen, moet je even weten hoe je het schrijft. En dan google je gewoon op media cache legen en dan je programmanaam erachter. En dan vind je online heus wel tips over hoe je dat moet doen. Want ik moet zelf zeggen, ik doe dat dus wel eens voor Adobe Premiere, waar ik het meest in werk. Maar als ik nu de media cache van Adobe moet legen, dan denk ik, ik weet niet meer. Ik weet het nu al niet meer. Dus ik zoek dat ook heel vaak even op. En dan is het ook natuurlijk nog zo dat je programma's ook nog weer veranderen en je gebruikt dit niet elke dag. Dus google gewoon eventjes hoe je de media cache of gewoon de cache moet legen van je programma. Omdat dat is blijkbaar iets waar die een soort van mediabestanden alvast een soort van voorrendert voor zichzelf. Waardoor die het makkelijker kan afspelen. Maar daar kunnen blijkbaar fouten in komen. Dus als je tegen problemen aanloopt en hij blijft dat maar fout doen, dan kan het zijn dat het probleem zit in een cache-bestand wat hij verkeerd heeft gerenderd of zo. Dus dan als je dat wegmikt, dan kan dat helpen. Ik had het er net al eventjes over dat je moet zorgen dat je genoeg vrije ruimte hebt op de schijf waar je naartoe monteert. Waar je naartoe exporteert. En dat is een ding wat je inderdaad zeker moet voor zorgen. Maar wat ook kan helpen is om gewoon maar even niet naar die externe schijf te exporteren. Want naar een externe schijf exporteren, dan zit toch weer een tussenstap tussen dat hij bijvoorbeeld via een USB-kabel dat hij naar die schijf moet exporteren. Als het allemaal moeilijk gaat, dan kies ik er vaak voor om hem naar de desktop te exporteren. Dus gewoon intern op de harde schijf van je computer te zetten. Omdat dat toch makkelijker is, denk ik dan. Dan hoeft hij minder vertaalwerk te doen. Dus ja, dat is toch weer een kans dat het misschien makkelijker is, waardoor het bestand er dit keer wel uitkomt.
volgende wat je kunt proberen is om het ergens anders in te exporteren. En dit is een beetje een specifieke tip. Die denk ik alleen voor Adobe geldt. Maar ik ga hem toch noemen, omdat het misschien ook wel zijn er misschien ook wel andere programma's waarin je ook zo'n soort truc kunt doen. Dat ik dan gewoon niet weet. Ik monteer altijd in Adobe Premiere. Maar je hebt ook Adobe Media Encoder. En Adobe Media Encoder is eigenlijk een programma waarin je andere videobestanden kunt omzetten naar iets anders. Maar je kunt ook het programma gebruiken om mee te exporteren. En ik gebruik Adobe Media Encoder eigenlijk continu. Omdat je daarmee dus ook een soort wachtlijst kunt neerzetten aan exporten. En bijvoorbeeld als ik voor de videomakers video's exporteer, dan zijn het er vaak 10 tegelijk. Dus die wil ik graag altijd alle 10 tegelijk de opdracht geven. Ga die 10 video's exporteren. En dat kan niet in Adobe Premiere zelf, maar daar gebruik ik dus Adobe Media Encoder voor. Dus dan ga ik in Premiere zeggen, oké, we gaan deze video's exporteren met deze settings naar die schijf. En dan export in Media Encoder. En dan opent die Media Encoder en dan gaat hij daarin exporteren. Wat ik wel heb gemerkt is dat als ik problemen heb met exporteren, dan is het soms dat Media Encoder het probleem geeft en crasht. Of Adobe Premiere. En dan helpt het soms om naar dat andere programma te gaan. Dus als Media Encoder crasht op een bestand, dan ga ik het proberen te exporteren in Adobe Premiere. En als Adobe Premiere crasht ergens op, dan ga ik kijken of Media Encoder hem er wel uit krijgt. Dus dit kan ook nog een truc zijn om te proberen. En dat denk ik dat het voornamelijk geldt als je dus ook werkt met Adobe producten. Het volgende wat je nog kunt proberen als je dat niet al gedaan hebt, want dat is iets wat ik vaak wel eerder al doe, is zorgen dat je eerst je hele video rendert. En dit verschilt ook weer een beetje per montageprogramma, maar over het algemeen is het zo dat als je gaat monteren, dat dan een soort van zwaar is voor de computer, dus dat hij dat soms niet ook meteen kan afspelen in je montageprogramma. En dat hij soms dat ook aangeeft door bijvoorbeeld een rode lijn boven je tijdlijn. En dit hangt van je montageprogramma af hoor. Maar dan geeft hij dus eigenlijk ook aan van, ja, dit ongeveer, maar als je het gaat afspelen moet ik even diep nadenken erover. Nou, wat je dan kunt doen om te zorgen dat hij niet meer diep na hoeft te denken erover, is hem alvast renderen in je programma. En ik doe dat ook wel eens op het moment dat ik in mijn programma iets wil afspelen omdat ik het goed wil kijken, maar dat die hapert tijdens het afspelen. Dus dan ga ik hem inderdaad eerst renderen en dan kan hij het al lekker afspelen in het montageprogramma. En als je hem rendert, dat helpt ook voor het exporteren. Dus als ik een export heb die niet wil meewerken, dan wil ik nog wel eens eerst de video renderen in de tijdlijn als ik dat dus niet al gedaan had. Omdat hij soms, als je het dan al gerenderd hebt, dan heeft hij alle frames die hij moet gaan maken, heeft hij al een keertje uitgerekend. Dus het wordt dan makkelijker voor hem om het te exporteren. En ik merk ook altijd dat als ik een video gerenderd heb voordat ik hem ga exporteren, dat hij dan veel sneller ook exporteert. Omdat hij gewoon, ja, hij weet het al. Hij denkt al, ja, ik heb dit al een keer bedacht, dus ik gooi hem er zo uit. Goed, we komen nu bij de fase in deze video dat als het nu nog niet gelukt is, dan is het een wat ernstiger probleem. Helaas. Dus dan worden de oplossingen ook steeds vervelender. Dus daarom loop ik hier ook in deze volgorde doorheen, omdat die andere dingen heb ik dan allemaal al geprobeerd. En als dat allemaal niet werkt, dan ben ik nog heel chagrijnig inmiddels. En dan wordt het tijd om, nou ja, gewoon het grotere geschut in te gaan zetten. Goed, een van de dingen die ik dan wel eens probeer is dat ik dingen apart ga exporteren. Dat ik bijvoorbeeld de audio apart exporteer. Dat kan in de meeste programma's dat je gewoon zegt, ik ga niet de hele video exporteren, maar exporteer alleen de audio. En exporteer alleen de video. Omdat dat gewoon, ja, dat is dus minder werk, dat is minder ingewikkeld. En op die manier kun je gewoon de video er in delen uitkrijgen, waardoor je dus achteraf heb je dan een videobestand en een audiobestand. En dan moet je dus eigenlijk, ja, dat is een gedoe. Maar goed, ik zei al, we komen nu in de gedoe-fase. Dat je dus, dan moet je een nieuw project maken daarna. En daar sleep je dan dat video- en audiobestand in. En dan ga je dat nog weer eens exporteren. Dus je gaat dan eigenlijk in delen exporteren. Maar soms kan dat werken, omdat hij blijkbaar dan ergens op vasthangt dat hij het allemaal niet voor elkaar krijgt. En dat als je dan één deel eerst doet en dan het andere deel, dat hij dat dan wel doet. Een andere manier om in delen te exporteren is niet de video los en de audio los, maar gewoon stukken video. Dus dan kies ik bijvoorbeeld, stel ik heb een video van 10 minuten, dan doe ik de eerste 5 minuten en daarna de laatste 5 minuten. En dan moet je wel goed kijken dat je precies op de frame nauwkeurig selecteert waar die eindigt en begint. Want je wil dat dus daarna in een ander programma of in hetzelfde programma in een nieuw project, moet je die twee bestanden die je hebt geëxporteerd weer achter elkaar zetten. En weer aan elkaar plakken. En dat moet je dus natuurlijk niet gaan zien achteraf dat losse bestanden zijn geweest. Dus daar moet je wel netjes mee zijn. Maar als je dat goed doet, dan is dat ook een manier die kan helpen. Want ja, op de een of andere manier, soms wil die dit dan wel.
goed, als dit ook niet gewerkt heeft, dan heb ik echt met je te doen wel, want dat is echt ellende. Maar dan is er nog iets wat er aan de hand kan zijn. Dan is er blijkbaar een gedeelte in je video waar iets mis mee is. En dan ga je dat ook waarschijnlijk merken als je die voorgaande tips hebt geprobeerd, dat je in delen gaat exporteren. Dan kan het zijn dat je bepaalde delen wel wil. Dat hij het begin wel wil, maar het einde niet. Of juist dat hij de video wel wil, maar de audio niet. Of andersom. En dan weet je dus al, oh, er is dus op dat punt in de video waar hij niet wil, daar is iets aan de hand. En dat is dus interessant, want daardoor kun je gaan uitvogelen, waar zit het probleem? Want tot nu toe ben ik er eigenlijk van uitgegaan dat er misschien iets mis is met het montageprogramma. Dat hij even een error heeft en dat het even niet lukt. En dat kan allemaal gebeuren. Maar soms ligt het niet per se aan het montageprogramma. Dan zit er gewoon iets in je montage wat niet oké is. En daar blijft hij dan over struikelen, welke manier je ook probeert. Omdat er gewoon, je moet eerst die corruptie daar oplossen. Voordat hij eruit gaat komen. Daar kan dan van alles aan de hand zijn. Ik heb al bijvoorbeeld vaker meegemaakt dat wat er aan de hand is, dat bijvoorbeeld een plaatje is die niet goed werkt. Dat komt grappig genoeg het meeste voor, dat het dan bijvoorbeeld een PNG-plaatje is die, ja, er is blijkbaar iets mis mee en dat die elke keer vastloopt op dat plaatje. Dus als je merkt van oké, het zit op een bepaald punt in de video, dan ga ik kijken, zit daar dan niet een raar plaatje of zo. En als het een plaatje is inderdaad, dan haal ik het plaatje eruit en dan ga ik kijken of ik het plaatje niet op een andere manier erin kan krijgen. Of ik dat plaatje misschien nog even om kan zetten met een ander programma. Ik doe dat dan in Photoshop, dan doe ik hem even in Photoshop en dan exporteer ik hem als een ander bestand. Dus als het een PNG was, dan maak ik er even een JPEG van of andersom. Want PNG is niet per se een slecht ding hoor. Het is meer dat ik gewoon merk dat soms een PNG opeens niet goed werkt. Maar het kan dus zijn dat er dan een bestand in je video zit wat niet wil. Dus dan moet je kijken of je door inderdaad delen te exporteren, dat je gewoon op een gegeven moment gaat merken, het is dat ding. En ik merk dat vaak wel ook omdat je bijvoorbeeld tijdens het monteren merkt dat hij daar steeds gaat haperen bijvoorbeeld. Dus als je gewoon goed oplet terwijl je zeg maar hiermee bezig bent, dan ga je op een gegeven moment echt wel uitvogelen aan welke clip of aan welk plaatje bijvoorbeeld als je dat erin hebt, het ligt. En dan kun je die eruit halen om die te vervangen. En dat helpt dan. Waarschijnlijk kun je dan als je die corrupte PNG hebt vervangen voor iets beters, dan waarschijnlijk gaat hij dan in één keer wel exporteren. Het kan ook nog een corrupt videobestand zijn. Dat hebben we ook wel eens gehad, dat er iets mis is gegaan bij het opnemen, waardoor die bijvoorbeeld een rare framerate heeft of zoiets. En dan kun je kijken of als het een videobestand is die mis is, om te kijken of je dat videobestand kunt omzetten. Dus we hebben dat bijvoorbeeld wel eens omgezet met Handbrake. Daar hebben we ook al een keer een video over gemaakt op dit kanaal. En kijken of dat als je het omzet en even zorgt dat die echt een goede framerate heeft en zo. Want ik zie dus wel eens bijvoorbeeld dat er een videobestand is die een soort variabele framerate heeft. En volgens mij snappen montageprogramma's dat niet altijd. En dat is iets wat telefoons doen, geloof ik. Nou ja, het is een beetje een vaag verhaal. Zet de video om naar iets beters en gebruik daarvoor onze Handbrake video en kijk of dat helpt. En nu merk je aan de manier waarop ik het zeg dat ik daar nog niet klaar mee ben, want dit helpt niet altijd. Vervelend genoeg. Alsof Handbrake, als je het omzet, soms werkt het, soms niet. En dan alsof hij het nog niet goed genoeg heeft omgezet of zo. Dus op een gegeven moment heb je dan misschien ook nog zwaarder geschud voor het omzetten nodig. Wat dan ook nog kan helpen is, ga je clip uploaden op YouTube. En vervolgens hem weer downloaden van YouTube. En dat lijkt iets heel raars, maar doordat YouTube hem eventjes in zijn systeem heeft gehad en je hem daar dan weer van downloadt, dan download je dus in feite een ander bestand. Dan heb je dus eigenlijk een gloednieuw bestand waar hopelijk het probleem niet in zit. Dus dat is ook een ding wat je kunt doen. Even uploaden op YouTube en weer downloaden van YouTube. In je eigen account kun je altijd je eigen clips ook weer downloaden. Dus dat is heel makkelijk. Wat ook, als dat ook niet werkt, wat ik ook nog wel eens heb gedaan, is een screen recording maken van de video. Want soms merk ik dat de video op zich is niks mis mee. Je kunt hem gewoon afspelen in je computer. Alleen je montageprogramma wil hem niet accepteren. Dus wat je dan toch kunt doen is dus het videobestand afspelen op je computerscherm en dan met een screen recorder, dus in Apple heb je dan bijvoorbeeld QuickTime, die kun je gebruiken om je scherm op te nemen en dan dus de video opnemen op je eigen scherm, want echt, het voelt zo belachelijk, maar dat werkt dan soms wel. En dan is waarschijnlijk wel de audio slechter die je hebt, dus dat als je echt goede audio hebt bij je clip, is dit een manier die niet fantastisch werkt. Maar ik heb wel gemerkt dat ik bestanden die waar het meer ging om video, dat ik die daarmee heb kunnen redden. Bijvoorbeeld een screen recording heb ik dat wel eens mee gehad. Dat we hier voor een video van ons, dat we een screen recording hadden gemaakt voor als we het montageprogramma uitleggen. En dat daar iets mis mee was. En uiteindelijk heb ik die toen inderdaad weer opgenomen met het scherm. En toen werkte het wel. Ja,
ellende. Maar dat hielp uiteindelijk. Dus dit soort trucken kun je gaan bedenken als er een fout is met een videobestand in je montage. Nou, ik kom aan ongeveer de laatste tip. Dus als je nu hier bent aangekomen in deze video en je zit nog steeds met een probleem, dan vind ik heel naar voor je. Dus ik hoop dat ik met je deze laatste tip dan je wel kan helpen. En dat is nog iets wat ik de laatste tijd gemerkt heb, dat het soms ook nog mis kan gaan, is dat als je een plugin of een filter gebruikt in je video, in het montageprogramma dus eigenlijk, dat ook die kunnen soms fouten hebben. Dus ik had op een gegeven moment een plugin set gedownload of gekocht van een bedrijf. En dat was een plugin waarvan ik dacht, ja, dat is een coole plugin. En die gebruikte ik, maar ik merkte dat hij op die clips elke keer vastliep. En niet alleen bij het exporteren, maar soms al zelfs als ik die clip aanklikte in mijn tijdlijn, dat die al ging crashen. Dus ik heb ook nog gemaild met het bedrijf die software maakte van, jongens, is niet handig. Dus daar hebben ze toen weer wat aan gedaan. Maar dit is dus wel ook nog iets wat kan gebeuren. Dat als je externe plugins of filters gebruikt, dat die ook daar nog problemen mee kan geven. Dus als jij speciale plugins hebt gebruikt op je clips, of check ook zeker of je gewone filters hebt gebruikt. Haal die eens eraf. Kijken of dat helpt. In dit geval bij mij met die plugin die fout had. Ik heb gewoon die plugin uit de clip gehaald. Dus ik heb die effecten weggehaald uit mijn montage. En toen wilde het wel. Ja, dus ook dat kan nog iets zijn. En wat ik daar ook nog even bij wil zeggen is dat je in elk geval in Adobe Premiere heb je dus... je kunt effecten toevoegen op de audioclip. Dus dan zeg je gewoon, hey, je hebt je video of je videoclip en je audioclip onder elkaar. En in je audioclip direct kun je je filter toevoegen. Maar je kunt het ook doen bij de track channel mixer. Ik zeg dit verkeerd volgens mij. In elk geval, er is ook nog een ander schermpje waar je al je tracks, je audiotracks naast elkaar hebt. En daar kun je ook nog op een master track kun je ook filters toevoegen. En dat gaat dan een soort van over alles heen. En dat is een andere manier om audiofilters toe te voegen. En soms werkt het om het daar te doen en niet op de clip zelf. En geeft die dan geen probleem. Dit soort dingen. Waarom dat ook zo werkt? I don't know. Maar soms helpt het dus om de filters op een andere plek toe te voegen. En dat het dan wel gaat. Ja. Maar goed, filters en plugins zijn zeker wel iets waar ik ook zeker naar zou kijken. Het is ook namelijk nog weer een ding wat je kunt proberen. Ook als je inderdaad geen externe filters en plugins gebruikt, maar wel gewoon dingen die in het programma zitten. Je zou ze sowieso allemaal eraf kunnen gooien. En hem gewoon eens even exporteren zonder filters en plugin. Kijken of dat wel werkt. Want als dat wel werkt, dan kun je eventueel daarna in een soort leeg project waar verder niks in staat, alleen die geëxporteerde video, dat je dan daar nog je filters op gaat toevoegen. En misschien wil die het dan wel exporteren. Maar goed, dit punt ging dus eigenlijk over de corrupte plugins en filters. Als je die hebt, gooi ze weg. En mail even naar het bedrijf wat die plugins en filters heeft gemaakt, want die moeten iets fixen in hun software. Nou, eigenlijk was dit mijn lijstje met tips, maar ik heb nog een laatste gedachte die ik wil toevoegen. En dat is dat, ik heb het tot nu toe gehad eigenlijk over problemen die ontstaan en die misschien wel liggen aan bijvoorbeeld een corrupte clip. En die merk je dat het daaraan ligt, omdat je gewoon bijvoorbeeld elke keer dat je exporteert, crasht die op hetzelfde moment. Het kan ook zijn dat het probleem elke keer ergens anders zit. Dat die elke keer op een ander punt crasht, dat er elke keer iets anders gebeurt, dat het probleem eigenlijk heel random lijkt te zijn. Dat is misschien nog wel moeilijker om een diagnose te stellen wat er dan aan de hand is. Maar wat er dan zeker ook aan de hand kan zijn, is dat je misschien een computer hebt die het gewoon allemaal een beetje moeilijk vindt. Dus misschien werk je wel op een hele oude computer of op een hele simpele computer die gewoon niet zoveel kracht heeft. Ook daar kan het aan liggen dat jouw montageprogramma en de dingen die je ermee probeert te doen, dat die te zwaar zijn voor het apparaat. En dan kan het ook gewoon zijn dat hij gewoon, weet je, hij redt het gewoon niet. En dus crasht hij elke keer op een ander moment, omdat hij elke keer op een ander moment denkt, ach, nu red ik het echt niet meer, sorry, ik stop ermee. Dus als dat het geval is, als het heel random is en je krijgt het dus niet opgelost met een van de dingen die ik eerder noemde, dan kan het er gewoon aan liggen dat je computer het niet redt. En dat je misschien moet overwegen om, als je verder wil gaan met monteren, als je dat vaker wilt gaan doen, dat je misschien toch moet investeren in een iets sterkere, grotere, nieuwere computer. Maar goed, dat is nog weer een heel ander probleem. Dus ik hoop voor jou dat dat niet aan de hand is. En dat je er gewoon uit bent gekomen met een van de tips die ik je nu gegeven heb. Ja, eigenlijk tot nu toe merk ik altijd dat als ik dit probleem heb, want ik heb het dus ook regelmatig dat ik dit soort ellende heb in de export. En eigenlijk merk ik dat met deze dingen die ik hier nu allemaal genoemd heb, red ik het meestal wel om uiteindelijk die clip eruit te krijgen, om de video geëxporteerd te krijgen. Dus dat is heel fijn. Mocht jij nou nog aanvullingen hebben, heb ik nog iets niet genoemd wat je ook nog zou kunnen doen als het niet wil?
laat het me zeker weten. Want de volgende keer dat ik weer dit probleem heb en zit te schelden tegen mijn computer, dan wil ik graag tips horen over hoe ik die video er wel uit krijg. Dus laat het me zeker weten. En als je andere vragen hebt, dan mag je ze ook altijd achterlaten in de reacties hieronder. Voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken en veel succes met het exporteren.